Week 5 is begonnen en ook gelijk op dezelfde dag zijn alle challenges van week 5 weer voltooid. We hebben weer een achtergrond vrijgespeeld waarop wij weer een nieuwe skin zien die we nog niet eerder hebben gezien. Een soort van Storm King met die de storm aan het summonen is en er iets mee doet. We zien op deze achtergrond weer een hint die brengt ons naar de gratis tier van week 5, de Battlestar. We zien op de ring aan de rechterkant, helemaal rechts, zien we weer een aantal coördinaten staan waar we naartoe moeten. B2, B3, C2, C3. Dat is de plaats waar wij naartoe gaan. B2, B3, C2, C3. Daar gaan wij hem vinden. Daar gaan wij de Battlestar vinden van week 5. Week 5, alweer op de helft van seizoen 9 van Fortnite. En het gaat weer snel. Ook deze week weer de challenges. Zo weer gebeurd in een aantal potjes. Team Rumble. Deze week helaas geen gebruik kunnen maken van Party Assist. Bij gebrek aan teammates. Alles zelf gedaan. Maar volgende week gaan we daar natuurlijk weer verandering in brengen. We zien het hier rechts weer de coördinaten. B2, B3, C2, C3. Dat is daar bij Haunted Hills. Daar moet het zijn. Op dat kruispunt. Bij het kasteel ongeveer. We gaan ervan uit dat hij weer precies op het punt is. En we gaan het zien. Of daar een Battlestar ligt. Of een banner of een Fortbyte. Ja, het is elke keer weer een verrassing. We gaan ervan uit dat er weer een Battlestar ligt. Omdat hij er in week 1 en 3 ook lag. Dus we gaan het zien. We vliegen er naartoe. Zoals gezegd, challenges deze week alleen gedaan. Viel allemaal weer reuze mee. Beetje kills maken. Allemaal in Team Rumble is het allemaal weer goed te doen. Explosive damage was nog een challenge. Maar ja, als je een granaat gooit en er lopen 4 man tegelijk die kant op, dan heb je dat ook in 1 keer gepakt. Soms zit het mee. Nou, Haunted Hills op het kruispunt. Daar gaan we naartoe. Hopelijk is het er niet te druk. Hopelijk kunnen we de video in alle rust opnemen. We zien dat we inmiddels de bananencape hebben vrijgespeeld. De bananen... trossen die we vasthouden. Ook de bananen pickaxe. We moeten toch in loving memory van onze oude vriend uit het vorige seizoen. Laten wij hem niet vergeten. Gebruiken we deze bananendingen. Het kruispunt is hier op de hoek van deze berg. Nou is het een beetje de vraag. Er ligt ook een zandplekje. Ja, dat is meestal. Meestal is dat een goed teken. Zandplekjes liggen meestal Battlestars. Laat ik deze boom omhakken om mezelf een beetje in te bouwen, zodat we de video rustig kunnen maken. Dan zal het hier. Ja, kijk aan. Het is. Leuk, een vijand met wapens. Betekent dat we waarschijnlijk niet deze video kunnen afmaken. Maar we gaan toch een poging wagen. We gaan toch een poging wagen om. Om het voor elkaar te krijgen. En daarmee deze week weer af te sluiten. Week 5. We zullen zien of deze man een gunner is of een misgunner. Hij is in ieder geval een gunner. Hij had een wapen. Nogmaals. Challenges weer heel goed te doen. Ik zou zeggen gebruik weer Party Assist en Team Rumble zoals altijd. En daarmee moet het allemaal weer lukken. En we gaan natuurlijk ook deze week weer de video afsluiten met een lied. Weer met een nieuwe dans die we ook weer hebben vrijgespeeld. Het is weer een verrassing. Daar gaan we. Het is al de 5e week. We zijn op de helft van het Fortnite seizoen. Een gratis tier in week 5. Dat is waarvoor wij het deze week weer doen. Ja, we houden het kort met dit lied, want het is ook, het is 's avonds laat 11 uur. Ik heb ook buren, kalmaan, hè. Ik zou zeggen, we rapen hem op. De gunner is een gunner en hij is geen misgunner. Ik ga hier naar buiten lopen en dan gaat hij mij waarschijnlijk gelijk kapot schieten. We gaan het zien. Ik zou zeggen, succes met jullie eigen challenges en weer tot de volgende keer.